Ik ging al heel vroeg naar de kleuterschool. Ik geloof dat ik 2 was. Omdat mijn moeder meewerkte in de zaak eigenlijk. De Jozefschool. En dan ging ik naar de kleuterschool, helemaal in de Jozefstraat, naast de jongensschool. Die is er nog, die kleuterschool. En later ging ik naar de Singel. Dat was de meisjesschool. Dit is stiekem luisteren naar de radio. Dik. Ja. Is dit bij jullie thuis? Ja, dat is bij ons thuis. Ja. Bij ons in de huiskamer. En wie zijn al die mensen? Buren. Buren en vrienden. Ja, hier luisteren ze allemaal. Hier zie je weer Hoek Teteringstraat, Loopgangstraat. En dan de Teteringse Dijk. Hier de andere kant van de Seerstraat. Hier keken wij vanuit ons huis op die spoorlijn. Dat is weer een zusje van mij. En dit is een kist. Die gaat de grond in. En daar gaan we alle spullen doen in een lodenkist. Dus mijn jongste, mijn zusjes. En mijn moeder ook. Maar alle spullen die de Duitsers dan niet mee konden nemen. Omdat ze ook alles meenamen. Mm. En dit is mijn vader. Die doet alles erin. Ook van zijn textielbedrijf, weet je wel. Stoffen en zo. En die zijn er later allemaal weer uitgehaald. Hij had het, wij zeggen altijd, hij had het weer goed voor elkaar. Zo. En ja. Is dat ook gebeurd? Zijn die Duitsers dit bij jullie... Ja, dit ben ik. Zijn die Duitsers bij jullie wel eens binnengekomen? Hebben ze zijn wel eens binnenkomen kijken? Ja, komen kijken of ze kleren mee konden nemen. Want ze maakte bedrijfskleding, maakte mijn vader. Dus er stond beneden een grote machine, zo'n grote tafel. Er werd op gesneden. En dan 20 stiksels, 10 aan de ene kant, 10 aan de andere kant. En dan ging dan helemaal op volgorde, die de naden, die de mouwen. En zo kwamen er dan... overal uit. Dat vond ik heel prachtig. Zijn er nog herinneringen dat er gevechtshandelingen zijn geweest daar in de buurt? Is er geschoten? Zijn er bommen gevallen? Ja, wel op de Singel ook. Dat je op een gegeven moment zag dat er ruiten eruit waren bij mensen. Hè? Ja, dat er was. En ja, dat gebeurde dan als je in je bed lag. Of dan ging de sirene ging altijd en dan, dat was de waarschuwing. En dan was er altijd iets gebeurd, of niet, of ze vlogen over. Of ja, dan moesten we uitkijken. Ik zal ook nooit vergeten dat mijn vader naar buiten ging. En aan de overkant, daar woonde dan de kruidenier Nico Rommers. Dus noemde Nico en Jan, heette mijn vader. En toen kwam er een granaat, werd er gegooid, precies voor zijn deur. En al die ruiten van die winkel eruit. En toen mijn vader zo, oh, Nico, al zijn ruiten zijn eruit. En wij zaten in die kelder. En ja, dan konden we nog door dat raampje kijken en dat roostertje omhoog ligt. En dan kon je zo eens even kijken. En ja, dat was wel, zijn dingen die je altijd onthoudt. Werd er ook gefeest tijdens de bezettingsperiode? Verjaardagen? Nee, wel communiefeest. Ik weet mijn eerste heilige communie, staat ook op de film. En verjaardagen, dat ging gewoon door, maar niet echt... nee, wel een trouwfeest van een nicht van mijn moeder. Dat werd bij ons gevierd, omdat we dan omdat we een groot huis hadden. En ja, dat was makkelijker om dat bij ons te doen. Ja, dus dat herinner ik me ook. En mijn vader had ook zo'n baartje gemaakt in de hoek. Zo'n hoekbaar met drank en nou ja, en er werd gedanst. Ja, dus die hielden wel van feestjes hoor. Mijn vader en moeder, die hielden ze absoluut. En met de familie en met vrienden. Ja, het was een hechte club hoor. Ja. Ik moet wel zeggen dat je toen de Duitsers er waren, je als kind daar anders tegen staat als dat je ouders daar tegenover staan. Ik weet dat wij op school zaten en dat dan die sirene ging en dan kropen we onder de bank. En dan moesten we ook, de leerkracht ook. Nou, dan zaten we onder de bank te knikkeren of iets anders te doen. Hoe zou je samenvatten? Enerzijds onrustig, omdat het nooit stabiel was. Het was altijd, dan is het dit en dan is het dat. En dan moest je maar mee. Dat vind ik wel. En mijn oma die leefde alleen in de Veemarktstraat. Dat was dan ook altijd een zorg. Dus dan was oma weer een poosje bij ons. Als het eng was. En nou, dat vonden we ook goed. Ik geloof zelf dat je als kind heel soepel bent in situaties. En heel loyaal bent. En ja, je ouders zeggen dat, dus dat doe je. En ze waren best ook vrij streng, kan ik niet zeggen, maar rechts was rechts en links was links, hoor.